Goedemorgen lieve feestverhebbers, mijn naam is Iris Huikban en ik ben een festivalvlogger en ik vind het super leuk dat je kijkt en vandaag met mij meegaat naar een festival, namelijk het Milkshake Festival. Voor wie dat niet kent, Milkshake is het festival waarbij iedereen gewoon lekker zichzelf kan zijn. Al ben je een jongen, hou je van jongens, al ben je een meisje, hou je van meisjes of zit je daar gewoon tussenin, het maakt niet uit. Iedereen wordt hier geaccepteerd en daardoor is de sfeer ook echt geweldig. Je kan er ook allerlei leuke dingen doen, zoals op een piemelstier rijden of een grabbelton waar je tepelklemmen uit kan halen. Dat weet ik toevallig, want ik was er vorig jaar ook. Namens Festival Lovers, als je die vlog terug wil zien, dat kan hierboven. En vandaag ga ik dus namens mijn eigen blog hier een vlog van maken. En ik vind het super leuk en ik heb er echt al het hele jaar uitgekeken. Want het festival kan je gewoon je ogen uitkijken en het is echt geweldig. Het festival vindt plaats in het Westerpark en ze hebben allerlei leuke stages met hitjes, twerkmuziek. Ook een beetje techno, echt van alles. Dus er is gewoon voor ieder wat wils. Ik ben wel een klein beetje boos op de organisatie van Milkshake Festival. Aangezien ik had aangegeven dat ik een vlog ging maken en graag lang zou komen. En dat vonden ze heel leuk. Dus ik heb geen kaartjes gekocht. En toen een week voordat het festival begon, hebben ze mij gezegd. Ja, weet je, het gaat toch niet lukken. Je kan toch niet langskomen. Wat ik heel jammer vond, want ik had mijn outfit al gekocht. En de tickets waren al uitverkocht. Dus ik kon helaas niet meer naar het festival. Nou is het me toch gelukt om een zondagticket te bemachtigen. Maar ja, daarvoor moet ik wel heel erg vinden. After Woofie dansen, wat ik super leuk vind. Want we mogen daardoor ook heel even backstage en dat soort dingen. Dus ik vind het super leuk om dat vast te leggen voor jullie. En ik hoop dat jullie het een leuke vlog vinden. Als je nou van dit soort video's houdt, abonneer dan even op mijn kanaal. Want ik maak dit soort festival vlogs. En ik vind het super leuk als jullie mij daarin supporten. Want hoe meer support, hoe meer video's ik kan maken. En dan wens ik jullie voor nu veel kijkplezier. Aangezien je op Milkshake Festival gewoon lekker aan kan doen wat je wil, is dit mijn outfit geworden. Hij is lekker bloot. Ik heb een buiktasje en nog een hele leuke verenwaaier. Ik heb er super veel zin in. Ga mijn haar waarschijnlijk nog vast doen. Maar ik vind het zo leuk dat je gewoon eindelijk een keer kan dragen wat je wil. En niemand kijkt je daar aan. Je hebt zelfs volgens mij een nudiste stage op Milkshake Festival. Dus ik ben heel erg benieuwd. Maar ik ga mijn camera dus niet meenemen. Omdat ik geen toegang heb tot de pers. En ga dus gewoon met mijn telefoon vloggen. Ook super leuk. En ik probeer wel iedereen in zijn waarde te laten in mijn vlog. Dus ik zal ook geen rare dingen erin zetten. En met rare dingen bedoel ik natuurlijk geen naakte mensen of andere dingen die echt niet kunnen. Omdat dat gewoon niet op YouTube geplaatst kan worden. Ik vind het super awkward om in deze outfit even naar de winkel te gaan. Maar we hebben echt drank nodig. Maar gelukkig gaat Stef even mee voor support. We moeten dus om 1 uur binnen zijn. En het is nu 11:30. En het is ook echt dik nog een half uur rijden. Voordat we bij de beste gast zijn. Dus ik hoop echt dat we het gaan halen. Maar ik ben bijna bij Jasmine. En dan gaan we super erg haasten. En ik ben bij Jasmine aangekomen. We zijn heel erg snel ons aan het klaarmaken. En dan gaan we zo met de auto naar de beste gast. Ik heb dus voor het eerst ooit geen BH aan na een festival en ik moet er echt heel erg aan wennen. Ja, is dat hè? Ja. Oeh, ja. We zijn onderweg even een kaas aan eten, want we hebben honger. En we zijn er over een half uurtje dan, denk ik. En we zijn uitgestapt, lopen nu naar Milkshake Festival. Ik ben met Jasmin en Saskia. En hun ziet er ook echt geweldig uit. Dus ik ben heel benieuwd. Oké, we zijn bij de lockers aangekomen, maar daar rechtdoor is pas de ingang, dus ik snap het niet helemaal. Moeten we dan onze spullen in de locker doen en kunnen we daar nooit meer heen? We zijn ready to go naar binnen, Milkshake Festival, let's go! Ja, we zijn binnen! Ik heb een wijntje gedronken en toen was ik een beetje aangeschoten. Nou, we zijn dus inmiddels binnen en we zijn dus al bij 1 stage geweest. En dat is de stage waar wij dus backstage een kwartiertje of zo moeten gaan dansen. Het lijkt me heel leuk. Het is wel een stage waar je dus een stickertje op je camera kreeg, omdat je er niet mag filmen. Dus ik heb heel stiekem via mijn frontcam toch een heel klein stukje voor je gefilmd om te laten weten dat wij daar dus een kwartier lang gaan dansen. Heel leuk, ik heb daar heel veel zin in. Ik ben super benieuwd, want ik heb dit nog nooit gedaan, maar het is zo vet. Ja, deze sticker wordt er dus op je telefoon geplakt. Leuk. Saskia is daar dus aan het dansen en wij moeten hier ook zo gaan staan blijkbaar. Leuk verhaal, maar we zijn dus excuse van onze act. Alleen Sas en Jasmine hebben gedanst en we mogen nu gewoon genieten van het festival. Chantal krijgt glitters. Ja, ja. Jills is zijn gehaald. We zijn klaar om te feesten, denk ik. Wat?
hem te wachten. En we hebben even wat snacks gekocht voor thuis. Zodat we even lekker een filmpje kunnen kijken. Het is inmiddels een paar dagen later en Milkshake Festival is al zo'n tijdje afgelopen. Ik vond het echt een super leuke dag. Ik heb echt mijn ogen uitgekeken. Milkshake Festival vind je gewoon dingen die je op andere festivals echt niet ziet. En dat is gewoon super leuk. Het is een hele andere ervaring. En ook al had Milkshake Festival me van de gastenlijst afgegooid, ik vond het toch heel leuk om heen te gaan. Wel moet ik zeggen dat ik vorig jaar wat leuker vond. Ik weet niet waarom. Maar ik had het gevoel dat er ook wat meer meisjes waren. Maar ik was toen ook op de zaterdag. Dus misschien kan het zijn dat de zaterdag wat meer voor meisjes is en de zondag wat meer voor de jongens. Maar ik heb geen idee hoe dat zit. Het was gewoon iets wat me opviel. Wel zijn we al wat eerder weggegaan omdat het werd gewoon heel koud. En op een gegeven moment vonden we het daardoor niet meer zo leuk. Milkshake Festival zou ik zeker aanraden voor iedereen die bij de LGBTQ+ community hoort. Het is echt een geweldig festival waar je echt een keer geweest moet zijn. En zeker als je daar al niet bij hoort. Het is gewoon een hele ervaring en het is super leuk. Dus echt een aanrader. Wel moet ik zeggen, ik ga niet nog een keer met mijn iPhone vloggen, want ik vind het echt vreselijk. Ik zit continu naar mezelf te kijken en de kwaliteit is natuurlijk ook niet super goed. En het editen met mijn Windows computer en mijn iPhone ging ook niet helemaal goed samen. Dus ja, tip, koop een vlogcamera als je gaat vloggen. Dan ben je benieuwd naar de foto's. Ik zet al mijn festivalfoto's altijd op Instagram. Dus ben je benieuwd naar de foto's van Milkshake Festival? Check dan even mijn Instagram. @IrisHuikman. Ik zou het super leuk vinden als je me even daarop gaat volgen. En hou je nou van dit soort video's? Abonneer dan ook even op mijn kanaal. Want ik maak dit soort video's. En ik zou het super leuk vinden als jullie mij daarin gaan supporten. Want hoe meer support, hoe meer video's ik kan maken. En dan zal ik aan deze weerszijde allebei nog even een video van mij laten zien. Zodat jullie misschien nog even wat meer kunnen kijken als je je verveelt. En dan wens ik jullie voor nu een hele fijne dag. En ik hoop jullie te zien in mijn volgende vlog.